Goedenavond en welkom bij Ter Zake. Wetenschappers van over de hele wereld trekken aan de alarmbel. Ze komen met een nieuw rapport over het klimaat. En dat rapport krijgt code rood. The drama exists. We have seen it and we heard about it in every news bulletin. The expression of what the science says is exhibited before our very eyes. Philip Huibrechts werkte mee aan het rapport en professor Mark De Vos denkt hier vanavond mee hoe de politiek dit kan aanpakken. Die stream staat open, denk ik. Die stream staat hier open. Oh, dat weet ik niet, hè. En de woorden van Sporza-anker Eddy Demarest zinderen nog na. We praten met Anne Wouters. Het is maandag 9 augustus. Welkom bij Ter Zake. Zometeen hebben we het over het nieuwe klimaatrapport van de VN. Maar eerst gaan we nog eens kijken in Griekenland. Want daar krijgen ze de bosbranden maar niet onder controle. En het is daar ongelooflijk droog en heet. En in die hitte staat Stijn Verkruijsen. Stijn, goedenavond. Ja, het blijft daar maar branden. De Vlammenzee geraakt niet onder controle. Dat is duidelijk. Ja, inderdaad, de weersomstandigheden, alle weersomstandigheden zitten verschrikkelijk tegen hier in Griekenland. Hè. Je hebt de hitte, de ergste hittegolf in 30 jaar. Je hebt die lange aanhoudende droogte, het wil maar niet regenen hier. En dan heb je de wind. Hier achter mij bijvoorbeeld, ver achter mij, is een brand die ze maar niet onder controle krijgen, omdat elke avond tussen 6 en 9 de wind opsteekt. En die brand telkens op een andere plaats weer opflakkert. En dat gebeurt in heel Griekenland, waar er bosbranden zijn, die opflakkerende branden die ze dan opnieuw moeten gaan blussen en die ze maar niet onder controle krijgen. Ten tweede is er dan de vegetatie. Griekenland is heel erg bebost en er zijn heel veel naaldbossen en pijnbomen en die vatten natuurlijk gemakkelijk vuur. Die naalden die waaien dan nog eens naar andere plekken waar ze weer andere branden kunnen aansteken. Dus ook dat valt tegen. En dan is er nog de bereikbaarheid. Achter mij zijn er bergen bijvoorbeeld. Wel, die bergen daar lopen kleine weg door, dat kan je met een grote brandweerwagen niet aan. Dan ben je aangewezen op blusvliegtuigen en blushelikopters. En dat hadden ze eigenlijk tekort. In het begin van de branden konden ze die niet massaal gaan blussen, omdat ze voor zoveel branden onvoldoende materieel hadden en nog altijd hebben. Maar gelukkig zijn er intussen vliegtuigen en helikopters uit het buitenland massaal aangekomen. Ja, en begint dat op zijn minst toch te beteren hier achter mij. Ze hebben vandaag heel wat blushelikopters en vliegtuigen gezien. Ja, het zijn enorme beelden, Stijn. Hoe reageren de Grieken eigenlijk? Koppelen zij dit aan de klimaatverandering of hoe kijken zij naar wat er gebeurt? Ik heb met veel Grieken gesproken en er is alleszins geen Griek die twijfelt aan de klimaatverandering en aan de link met deze bosbranden. Maar wat mij het meeste opvalt is toch die gevoelens van boosheid die ik overal heb kunnen zien. Op het eiland Evia, omdat ze daar het gevoel hebben dat ze al te lang in de steek zijn gelaten, dat alle middelen afgewend werden naar Athene, het noorden van Athene. En hier waar ik ben, bij Olympia, was 4 dagen geleden de Olympische site waar de eerste Olympische Spelen zijn gehouden. In de oudheid, werd bedreigd door de vlammen. Daar was plots wel voldoende materieel voor, blusvliegtuigen, blushelikopters. Maar dan, eenmaal de site gered was, gingen die blusvliegtuigen en helikopters weer weg. En werd de rest, de dorpen rond Olympia, een beetje aan hun lot overgelaten. Hadden ze veel minder materieel. En dat nemen de mensen, de overheid, hier wel kwalijk. Dus boosheid op die overheid. En die overheid, de premier, die heeft vandaag trouwens publiekelijk zijn excuses aangeboden voor het feit dat ze die branden zo moeilijk onder controle krijgen. Er moesten keuzes gemaakt worden, hoor ik hier van de burgemeester. En de keuzes die is blijkbaar gevallen op Athene, heb ik het gevoel. Het redden van de hoofdstad en de voorsteden van de hoofdstad. En op die oude site, hier die archeologische site van Olympia. En voor de rest merk ik vooral trieste emoties. Mensen zijn ontredderd omdat ze niet alleen bomen en huizen in vlammen hebben zien opgaan, maar ook hun inkomen. Op het eiland Evia zijn er heel
heel veel mensen die zakjes aan de bomen hangen, omdat ze die, de hars die uit de schors komt opvangen en de maken daar Griekse wijn van. Retsina, ken je misschien. Dus daar leven ze van, dat is een inkomen voor hen. Hier waar ik nu ben, zijn heel veel olijfbomen in vlammen opgegaan. Ja, dat is ook een heel belangrijk inkomen in dit deel van het land, in heel Griekenland eigenlijk. Dus trieste gevoelens, boze gevoelens, dat is toch wat overheerst. Oké, Stijn, laat ons hopen voor de Grieken dat het daar gauw onder controle geraakt. Dank je wel voor je verslag van Ginder. Ja, het klimaat is heel aanwezig deze zomer en vandaag kwam de VN met een nieuw klimaatrapport. Wetenschappers van over de hele wereld maken zich grote zorgen. De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht. Een overzicht door Bram van de Putten. A code red for humanity. That is how the biggest ever report on climate change is being described by the UN Secretary General. Le réchauffement de la planète s'accélère. Alerte rouge pour l'humanité. Die globalen Temperaturen stiegen noch schneller als bislang gedacht. Einige der Folgen seien bereits unumkehrbar, etwa der Anstieg des Meeresspiegels. Our planet is being choked and the lives of billions of people are at risk. Heat waves, flooding and droughts will become more frequent and more intense. Het nieuwe VN-klimaatrapport telt net geen 4000 pagina's, maar is tegelijk ook kinderlijk eenvoudig samen te vatten. De wereldwijde opwarming zit nu al aan ongeveer 1,1 graden Celsius in vergelijking met de periode tussen 1850 en 1900. En in 100 jaar tijd is de zeespiegel met 20 centimeter gestegen. Conclusie: de opwarming van onze planeet gaat sneller dan verwacht. It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Second, it shows that climate change is affecting every region on our planet. You've been telling us for over 3 decades of the dangers of allowing the planet to warm. The world listened, but didn't hear. The world listened, but it didn't act strongly enough. And as a result, climate change is a problem that is here now. Nobody's safe, and it's getting worse faster. Van de overstromingen in eigen land tot extreme droogte op de steppen in Kazachstan. Het zijn verschillende gevolgen van hetzelfde fenomeen, de klimaatverandering. En het wordt steeds moeilijker om die een halt toe te roepen. Een opwarming met 1,5 graad is bijna niet meer te vermijden. This report shows that in all the assessed scenarios, global warming would reach or exceed 1.5 degrees Celsius in the coming 2 decades. However, if emissions are reduced rapidly, and if at the global scale they reach net zero by around 2050, then temperature would be very close to 1.5 degrees Celsius by the mid of the century, and would decline lower to that level by the end of the century. The only way to limit global warming is to reach net zero CO2 emissions at the global scale. Every additional ton of CO2 emissions adds to global warming. Vooral onze CO2-uitstoot moet dus dringend naar beneden om erger te vermijden. Lukt dat niet, dan is een opwarming met 2 graden of meer niet uitgesloten. En in het slechtste scenario is de aarde eind deze eeuw 5,7 graden warmer geworden. As citizens and as businesses and as governments, we're well aware of the drama. And so the drama exists. We have seen it and we heard about it in every news bulletin. And that's what we need to understand, that the expression of what the science says is exhibited before our very eyes. Climate change is here now, but we are also here now. And if we don't act, who will? Ja, en hier bij ons professor Filip Huibrechts. U heeft meegewerkt aan het rapport. En professor Mark De Vos, oprichter van Itinera en ook professor aan de Universiteit in Sydney. Goedenavond bij de heren. Ik wil met u beginnen. We hebben al heel wat rapporten gezien over het klimaat. Wat is er voor u nieuw aan dit rapport? Ja, er zijn een aantal zaken die er voor mij uitspringen. En het belangrijkste is misschien wel dat het nu onomstotelijk vaststaat dat de opwarming van de aarde mensgemaakt is. Er is lang is dat verpakt geweest in allerlei waarschijnlijkheden. Nu wordt het duidelijk gezegd en gepresenteerd als een feit. De opwarming van de aarde is mensgemaakt. Dat is een eerste hoofdpunt. Een tweede hoofdpunt is dat we nu veel duidelijker extreme weergebeurtenissen kunnen linken aan de opwarming van de aarde.
Extreme weergebeurtenissen, zoals extreme hittegolven, extreme neerslaggebeurtenissen, de bosbranden zoals we die er juist gezien hebben. En dat deze extremen extremer zullen worden naar gelang het klimaat verder opwarmt. Dus radicalere weerfenomenen. En daarover is wereldwijde consensus. Ja, dus dat zijn rapporten die tot stand komen in consensus. Maar ook samen met de regeringen. Dus hetgeen wat daarin staat, is echt waar iedereen het over eens is. Ja. En die grondigheid halen we omdat we 14.000 artikelen, wetenschappelijke artikelen, geëvalueerd hebben met 234 okay. auteurs. En we hebben daar ook 4 jaar aan gewerkt. Ja, er is lang op gewerkt. Kan u dan eens concreet, hè, want u heeft het allemaal bestudeerd, heel concreet maken voor België bijvoorbeeld, waar wij dat concreet gaan voelen? Wat zal er hier veranderen? Ja, wat er hier verandert, en dat is eigenlijk al bezig, hè, is dat we meer zullen te maken hebben met hittegolven die extremer zullen worden, die frequenter zullen worden. Hetzelfde voor neerslaggebeurtenissen. En ook langere periodes van droogte. En wat er dan ook op de achtergrond speelt, en dat is voor Vlaanderen belangrijk, is dat het zeeniveau stijgt en dat het zeeniveau nog zeer lang zal stijgen. En dat de mate... Met hoeveel dan? Ja. Wel, voor deze eeuw zal de zeespiegelstijging liggen tussen de 30 centimeter en de 1 meter, naar gelang de toekomstige uitstoot. Dus we kunnen dit nog controleren. Hè. Dus naar gelang we gaan naar een netto-uitstoot in 2050 of naar gelang we verder doen zoals we al lang bezig zijn. Maar het zeeniveau is een heel trage component in het systeem die nog zeer lang zal nareageren. En zelfs met een opwarming van 2 graden kijken we toch al aan naar een zeespiegelstijging tussen de 2 en de 6 meter na 2000 jaar. Ja, en dat kan ook gevolgen hebben voor de kust dan. Zeker. En dat is ook een wereldwijd fenomeen. Ja. Ik vind het ook... Ja. Oké. Er staat ons heel wat te wachten volgens dat rapport, professor. U werkt in Australië, u heeft daar ook al bosbranden gekend. Met wat u nu allemaal hoort, ja, welke indruk maakt dat op u? Ik denk dat het een heel belangrijk rapport is. Dat, denk ik, komt op een moment dat wereldwijd er een mobilisatie en een versnelling is in het beleid om iets te doen aan de klimaatverandering. Los van de wetenschappelijke consensus was het grote probleem altijd: 1, het is een mondiaal probleem en de politiek is nationaal. 2, je spreekt over 10, 20, 30, 100 jaar, de politiek is nu. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je hebt eigenlijk een soort crisisgevoel nodig en dat rapport draagt daartoe bij. Ondertussen is er al heel veel in beweging, daar moeten we eerlijk in zijn. Hè. Europa heeft ambitieuze doelstellingen gesteld, Amerika na Trump onder Biden, China, Azië zal determinerend zijn. Dus er is echt een beweging op komst, ja. Maar het is een werk van lange adem en een stuk is al, wat ook het rapport aangeeft, verworven. En de overheid zal niet alleen met het klimaat het verhinderen van verdere ontsporing moeten proberen tegen te gaan, maar zal ook de verworven klimaatopwarming moeten leren beheren. Ja. Kijk maar naar wat er in Wallonië recentelijk gebeurd is. Via een vorm van adaptatie dan nu. Professor, is ons land volgens u in staat, want we hebben al een hoog overheidsbeslag, een grote staatsschuld, er wachten grote investeringen met wat nu komt, is ons land in staat om ja, hier een antwoord op te bieden? Kijk, je kan als overheid doelstellingen en normen maken. Je kan proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat is misschien wel het terrein waar nog het meest werk voor de boeg staat. En daarnaast is het investeren in technologie die uiteindelijk de oplossing moet realiseren als we optimistisch zijn. En die zorgt voor een groene, duurzame toekomst die ook welvarend is. Kunt je daarin slagen als klein land? Wel, je kan daar een deel toe bijdragen in die oplossing. En daar hopelijk dan ook weer welvarend door blijven. Want het is ook een economische uitdaging. Ja. Zoals u zelf zegt, er zijn middelen voor nodig. Ja. Er moeten keuzes gemaakt worden over prioriteiten. We hebben al heel veel prioriteiten die op die overheid rusten. Er is nu niet voor niets een Europees project gekomen dat aanslaat. Waarom? Omdat het middelen uit de lucht tovert. Omdat het werkt met een financieel instrument dat uniek is in de geschiedenis van de Europese Unie. Ja. Laten we hopen. Maar de uitdaging België is altijd al geweest, of het nu klimaat is of al andere dossiers. Wij kunnen niet beslissen voor de lange termijn. Denk aan de vergrijzing, denk aan de pensioenen. Net hetzelfde hier. Kernenergie, mobiliteit. Ja. Ja, ga zo maar door.
bedrijfswagens enzovoorts. Ja. De dossiers zijn daar al heel lang. Nu is er meer druk op de ketel. Ja. Dus ja, het kan, maar men moet dan leren besturen. Ja. En men zal voor die investering in die technologie echt een goed partnerschap met de private sector moeten kunnen maken. Ja, waarbij de rol van de overheid en de rol van de private sector complementair is. Ja, professor, ik wil aan u ook nog eens vragen, want natuurlijk, dit zal ook Europees moeten aangepakt worden. De plannen die nu Europees voorliggen, als die worden uitgevoerd, is dat voldoende of zijn bepaalde zaken onomkeerbaar waarvoor het te laat is, die we niet meer gaan kunnen rechttrekken? Ja. Wel, op zich zijn die plannen wel voldoende wel aan de wetenschappelijke achtergrond. Nu is het wel zo dat die doelstellingen wereldwijd, die globaal moeten gesteld worden. Hè. Dus die netto nul uitstoot, dat is niet alleen Europa, maar dat is iets dat wereldwijd moet gebeuren. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen of dat rijke landen niet meer moeten doen dan landen die minder ontwikkeld zijn om die doelstellingen te bereiken. Ja, maar zijn er bepaalde zaken die onomkeerbaar zijn, waarvoor het te laat is, waarvan u zegt, ja, er zijn al, er zijn een heleboel zaken die al niet meer om te keren zijn. Ik heb er juist één genoemd. Hè. Dat is de zeespiegelstijging. Ja. Het enige dat we daarmee kunnen controleren, is de mate waarin het stijgt. Wat nog? Dat is een heel belangrijke. Een andere is dat naarmate de opwarming toeneemt, we natuurlijk dichter bij bepaalde kantelpunten komen, dat de risico's toenemen, dat er kantelpunten in het klimaatsysteem worden overschreden die ook op zich onomkeerbaar zijn. Ik denk maar aan het ineenstorten van de West-Antarctische ijskap of het stilvallen van de golfstroom of het versneld afsmelten van het permafrost. Dat zijn zaken waarvan de risico's toenemen naarmate de opwarming ook toeneemt. Ja. Oké, een internationale aanpak, professor. Als we ook kijken naar Europa, er zijn nu heel wat plannen. Maar er zijn ook heel wat mensen die zich afkeren van Europa. En die zeggen, ja, in Brussel daar worden regels gemaakt die ons leven duurder maken, ergens ver in een toren. En we moeten daar niet van weten. Ja, dat is ook wel een gegeven natuurlijk. Hè, dat in heel wat samenlevingen ook mensen kwaad zijn op de hogere politiek. Ja, en dat zal in toenemende mate een factor zijn, omdat wij in ons alledaagse gedrag uiteindelijk ook mee bepalend zullen zijn. En dat gedrag zal moeten wijzigen op een of andere manier. Maar tegelijkertijd, hoe pak je dat aan, zo'n gedragswijziging? Wel, je kan daar met de wortel en de stok mee werken. En je kan belastingen doen, je kan reguleren. Maar voor Europa specifiek, en in de context waarover we nu spreken, in de post-coronafase, is denk ik Europa heel verstandig geweest met de relance te gebruiken voor milieudoelstellingen en technologievernieuwing. En heeft daar een grote pot geld, de wortel, voor gezet, waar eigenlijk alle lidstaten niet nee tegen kunnen en willen zeggen. En dus die relanceplannen die ook wij hebben gemaakt, waar ook een stuk klimaatbeleid in zit, die zijn eigenlijk de hefboom om die doelstelling mee te realiseren. Nu, wordt die effectief gerealiseerd? Nou, dat zal de grote vraag zijn. Europa heeft al heel veel grote projecten gestart en zelden echt gedeliverd. Omdat natuurlijk ook de Europese cohesie, niet alleen luisteren we naar Europa, maar zijn we ook bereid om Europees solidair te zijn met elkaar? Of gaat iedereen van elkaar vliegen afvangen? Want die transitie is ook een economisch project, is ook een industrieel project. En als we niet opletten als klein landje met een klein marktje, waar gaan de grote investeringen naartoe? Waar zal het lukken? Daar moeten we echt wel beducht voor zijn. Het is een ander soort Europa. Een Europa dat veel meer top-down wil werken, in plaats van een open markt waar iedereen op gelijke voet met elkaar kan samenwerken. En dus dat top-down, dat is politieke sturing, dat gaan we moeten leren. Ja, ja. Nog één dossier dat ik u wil voorleggen, omdat het ook in het najaar zeer belangrijk zal worden, de sluiting van de kerncentrales. Er wordt ook in dit rapport gezegd, opletten met die CO-uitstoot. Alles telt, we moeten dat maximaal terugdringen. Ja, sluiting kerncentrales, dan wordt er gesproken over de gascentrales die uitstoten. Hoe kijkt u naar dat dossier? Ik pretendeer daar geen expertise in. Hè. Dus ik kan hier alleen maar mijn persoonlijke mening geven. Mijn persoonlijke mening is dat kernenergie zal een deel zijn van de mix van de energiebronnen wereldwijd. Dat staat als een paal boven water. Wij hebben een groot aandeel kernenergie in onze energieproductie. Men moet mij eens uitleggen hoe we gaan slagen om ambitieus bij te dragen aan zero emissions 2050 als we kernenergie opgeven.
Dat lijkt mij zeer moeilijk in België, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Als men daar een realistisch plan voor op tafel legt, dan zal ik die mening moeten herzien. Gevoelig dossier, hè, professor? Ja, dat is een gevoelig dossier. Ik heb een andere persoonlijke mening. Dat is dat dossier van de kernenergie vooral investeringen in de alternatieven blokkeert. En op het eerste zicht lijkt het inderdaad contradictorisch om nog met uitstoot te werken. Op lange termijn denk ik dat dit geen is wat we moeten doen. Ja, oké. De meningen daarover zijn duidelijk. In het najaar wordt dat uitgeklaard. Ik wil tot slot ter afronding nog vragen, want we zien nu zeer veel zware beelden van in verschillende landen, sombere scenario's. Is er nog ruimte voor optimisme in dit verhaal? Toch wel, hoor. Toch wel. Ik bedoel, we staan nog maar aan het begin van de klimaatverandering. De toekomst ligt eigenlijk nog open. Die 1,5 graden zullen we wellicht wel bereiken en licht overschrijden. Maar wat daarna gebeurt, hebben we nog volledig in de handen door onze toekomstige uitstoot. Ik deel optimisme. We gaan ermee leren leven. Zoals we met epidemieën en pandemieën gaan leren leven. Onze maatschappij op organiseren. En twee, de uiteindelijke oplossing zal technologisch en economisch zijn. En daar moeten we optimistisch in zijn. En dan zal de mobilisatie van de wereldwijde kapitalen en innovatie en intelligentie toe bijdragen. En die mobilisatie, dat moeten we doen. Echt die wereldwijde mobilisatie. Als we dat kunnen focussen op dat probleem, een wereldwijd Manhattan Project, zoals men in de Tweede Wereldoorlog kernenergie heeft kunnen fast-tracken, dat kan. De mensheid kan dat. Maar het is die wereldwijde wil die nodig is. En ik denk dat dit rapport daartoe kan bijdragen. Ik hoor toch optimisme aan beide kanten van de tafel. Heer, ik wil u danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En daar zijn dan een afscheid voor Anne Wuitens. En wat veel mooier had het nog kunnen zijn. En ze heeft ook even kunnen spelen, ook dat. Wij gaan even pauzeren en komen dan bij u terug. Graag tot binnenkort. Maar nu komen de smeuïge verhalen. Dat meende niet. Ja, de woorden van Sporza-anker Eddy Demarest zinderen nog na. Demarest maakte na afloop van een digitaal live-programma spottende opmerkingen over de geaardheid van de Belgian Cats en ook over hun fysieke verschijning. Maar de micro, die stond nog aan en online werd er meegeluisterd. Gevolg een grote golf van verontwaardiging. We hebben heel wat mensen gebeld in de sportwereld, gecontacteerd, ook het management van de VRT, maar een interview vanavond dat bleek heel moeilijk. Ook bij de Belgian Cats wil niet iedereen reageren op de zaak, maar wel aan Wouters. Stijn Valk ging met haar praten. Hier is Kim Mesdag. Moet nu shotten. Mesdag shot. Oh, gaat mis. Het is gedaan. Oh, het is... Wij verliezen met 1 punt. België verliest met 1 punt. Nee, nee, dit is een drama. De Olympische Spelen was echt wel een hoogtepunt waar we jaren hebben toegewerkt. Met voor ons toch wel eigenlijk een dramatisch einde. Strijdend wel ten onder gegaan, maar toch een enorme teleurstelling die ook nog wel heerst in de ploeg. En dan natuurlijk valt er een heel ander soort bommetje toch wel. Eentje die we helemaal niet hadden zien aankomen. We kregen een bericht binnen op onze WhatsApp-groep van iemand van het management. Die zei, er zijn uitspraken gebeurd die echt niet kunnen, die niet door de beugel kunnen. Willen jullie alsjeblieft niet reageren? Wij zijn er intern mee bezig om de gesprekken al op gang te zetten en zelfs advocaten bij te doen. En toen ik dat al las, dacht ik, oei, wat is dat? Dus ik had het inderdaad natuurlijk nog niet gehoord. We waren net thuis. Die gsm die lag ergens ver weg. Maar dan een keer, ja, als ik het echt wel volledig had gehoord, was iedereen... Redelijk in shock, kan ik wel zeggen. En van, wat, heb je dat nu recht goed gehoord? Wat bleef? Dus die verontwaardiging was gewoon supergroot. Vooral de manier waarop, ik ga ze zeker niet herhalen. Dat is voorbij, dat willen we niet. Maar zo op uiterlijke kenmerken of zo echt worden afgerekend, hè, dat dacht ik inderdaad, dat misschien dat we daar allemaal toch al ietsje verder stonden. Is het voor jou minder erg omdat het niet de bedoeling was dat iemand anders dat zou horen? Oeh, dat is een moeilijke.
Dit was natuurlijk op een onbewaakt moment opgenomen. En ja, dan hoor je misschien wat de mensen echt denken. En dat doet dan eigenlijk nog meer pijn eigenlijk. Want ja, als ze in je gezicht vriendelijk zijn en zogezegd respect hebben, maar dan eigenlijk achteraf toch niet, ja, dat doet dan toch wel dubbel pijn. Je krijgt soms een stempel van locker room talk. Jij hebt heel veel in locker rooms gezeten. Wordt er zo ook gesproken? Ha, we zijn allemaal mensen. Hè? We hebben allemaal wel eens nodig om te ventileren, om te luchten, om je hart te luchten bij iemand, wat soms over iemand gaat. Maar ik probeer toch altijd op een respectvolle manier te praten. En soms ben je gefrustreerd op een situatie, op misschien personen. Maar ik kan mij toch niet zo goed herinneren dat ik me zo uitlaat op bijvoorbeeld fysieke kenmerken van iemand. Is dat misschien eerder over gedrag dat ik niet versta? Of ik denk dat iedereen dat wel eens nodig heeft. Hè. Maar moet je altijd wel zelf kunnen zeggen van alles wat ik hier nu aan het zeggen heb, zou ik dat ook in die persoon zijn of haar ogen kunnen zeggen. Er zijn wonden geslaan en daar gaan we zeker niet minimaliseren. Maar hoe kunnen we hier inderdaad uitgeraken en hoe kunnen we hier vooral beter allemaal van worden? En ik denk dat daarin dat we daar zeker voor openstaan om in gesprek te gaan. Laat ons even wel nog een beetje tijd om dat allemaal wat te laten liggen en eventjes misschien ook wel wat wonden laten helen. Maar dan denk ik is het echt ook wel misschien een moment om daar echt wel eens open over te spreken. Wat verwachten wij ook als sporters? Of waarin kan een sportredactie anders zijn? En dat daar toch wel misschien ook wel oplossingen liggen. Ja, Anne Wouters bij Stijn Valk was dat. Dank voor het kijken en graag tot morgen.